Dit is Trudo FM. Trudo FM. We zijn hier voor Trudo FM op de Lady City Day in Sint-Truiden. Samen met Astrid Brian. Welkom trouwens, Astrid. Ben je net terug uit Amerika of toch al een tijdje in België ondertussen? Ik ben momenteel een klein weekje in België. En terug helemaal gewoon aan het Belgische weer? Nee, ik ben er altijd niet gewoon. Nee, het koude België. Ik mis nu wel de sunshine van LA. Echt wel, het was er kei warm, 38 graden. En hier is het echt wel heel koud. Het is dus winter. Maar het gaat beter worden. Het gaat beter worden, dat is het belangrijkste. Je bent hier op de Lady City Day in Sint-Truiden. Ken je het concept al, Lady City Day? Een vrouwendag voor de vrouwen? Nee, dat ken ik nog niet, maar ik vind dat wel een fantastisch initiatief. En er moet sowieso altijd veel voor winddagen zijn voor vrouwen, echt wel. En je broer zal de vrouwen zeker en vast wel gelukkig gaan maken. Ja, de vrouwen zullen het wel leuk vinden om met de lauw op de foto te gaan. Dus, maar met jou ook natuurlijk. Vandaag ben je hier in Sint-Truiden. Ken je Sint-Truiden al? Ik ken Sint-Truiden eigenlijk niet goed. Ja, dat is een van de eerste keren dat ik hier kom. Dus ik kan het zelf eens ontdekken. Heb je ondertussen al iets kunnen zien tijdens de heenreis? Ik heb nog niets kunnen zien eigenlijk. We zijn echt van een auto snelweg bam binnengereden. Wat verwacht je eigenlijk van deze avond? Ben je er klaar voor? Ik ben er volledig klaar voor. En het is wel een heel hectische, maar heel leuke avond geworden. En heb je op een bepaalde manier kunnen voorbereiden? Heb je goede schoenen aan? Als ik heel veel ga moeten wandelen, denk ik dat ik misschien wel mijn boots ga nemen uit de auto. Maar je hebt ze toch meegebracht? Op deze 14 centimeter hakken gaat dat niet te lang lukken, denk ik. Nou, we zullen het straks misschien nog even vragen. Heel veel vrouwen die hier nu ook aanwezig zijn, bewonderen jou. Verafgoden jou zelfs. Wat vind je daar eigenlijk zelf van? Hoe ervaar je dat? Ik vind dat wel heel leuk dat alleen veel vrouwen en meisjes naar mij opkijken en zo. En altijd benieuwd zijn van kleding dat kan ik en zo. Ik vind dat wel heel leuk. Ja. Je bent echt wel een voorbeeld. En iedereen is kei lief en vriendelijk en dat doet mij wel, dat maakt mij wel heel gelukkig. Krijg je soms ook cadeautjes? Oh ja, krijgen we toch wel cadeautjes. Snoep, vooral veel snoep en chocolade, wat ik wel leuk vind. Ja, Astrid, je bent hier nu natuurlijk Astrid Draai, maar stel dat je incognito was. Welke winkels zou je zelf het eerste bezoeken? Welke soort winkels? Ik zou toch wel willen checken, zo de designerwinkels en de shoeshops en zo gaan. Ja, dat wil ik toch wel schoenen, kleren, make-up? Schoenen en kleren, ja. Sowieso fashion. Je broer De Lauw is er ook bij vandaag. Heb je hem een bepaalde raad gegeven of tips om de avond goed door te komen? Want die zijn echt wel heel veel vrouwen. Ja, dat hij gewoon niet weet wat hij meteen heeft. Nee, dat de eerste keer dat hij met zoveel vrouwen op de foto gaan moeten. Maar dat vind ik wel leuk. Dus het belooft een leuke avond te worden. Astrid. Dat we nog wel een date hebben vanavond. Who knows? Hou je ons op de hoogte? Ik hou jullie op de hoogte. Veel succes en veel plezier vanavond. Geniet ervan, Astrid Brian. Dit is Trudo FM. Trudo FM.